Kijk, ik denk dat het onmogelijk is om te zeggen wat er moet gebeuren. Want als er één aspect is van digitalisering, is dat niemand zich meer iets laat voorschrijven. Dus het moeten is passé. De vraag is, wat gaat er gebeuren? Ik schets een scheuring in die conversatie. Tegelijkertijd zie je bijvoorbeeld de correspondent of een site als Mediapart in Frankrijk, gebaseerd op crowdfunding, over het algemeen zeer degelijk, lange stukken met een hoge maatschappelijke relevantie. Ja, het gaat erin als koek. Dat is iets wat aan het gebeuren is, een stap rechtstreeks naar een betere toekomst is, wat mij betreft. Want daar wordt de conversatie juist coherenter en sterker, doordat de journalisten, ouderwets gesproken vanuit het Bourdieuanse veld, expliciet vragen om input van de niet-journalist. En het leuke van digitalisering is dat het ook reuze makkelijk dan weer in de vorm is in te passen. Bij de correspondent kun je gewoon, en overal, kun je op de een of andere manier reageren op wat er gemeld wordt. Als het die kant op gaat, fantastisch. Wat we moeten doen, denk ik, ik praat zelf altijd nog maar als journalist, want zo beschouw ik me heel erg graag, is juist daarheen gaan waar de mensen zich van de oude journalistiek afkeren. Die moet je achterna lopen. Moet je zeggen, hé, waar ga je naartoe? Waarom voldoen wij niet meer? Wat heb je dan te melden? En daar niet met dédain of argwaan wel, maar niet met vooropgezette mening naar luisteren. Maar gewoon, ja, vertel het maar.